Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een sierrand maken om een o-bag. Ik heb hier de o-bag. Het is een rand met vaste en losse, met de opening voor het hengsel. Ik kan het moeilijk even kijken hoor, of ik het zo kan laten zien. Een opening voor het hengsel. Weer een rand met losse en vaste. Een sierrand soort waaiersteek en gezellige bollen eraan. Je kan deze tas natuurlijk versieren zoals je wil, maar ik ga nu uitleggen hoe dat ik deze tas heb versierd of gehaakt. Ik maak hem even los nu van de tas. Het is gemaakt met haaknaald nummer, als ik het kan zien, nummer 9. En de wol is van de Action, de XXL wol. Om deze sierrand, zeg maar, om te laten zien hoe je een tas om een tas haakt, heb ik even gewoon andere wol. En dan zie je het systeem. Om het even uit te leggen, heb ik haaknaald nummer 6 en de wol van de Julia. En je gaat eerst meten hoe groot jouw tas is die je wil omhaken. En dan maak je gewoon even een ketting met losse. En zo gauw als dat je denkt van nou, ik haal het nu, dan meet je even die tas om en dan zet je die rij losse aan elkaar. Ik zal het zo even laten zien hoor, hoe je die ring maakt. En om het nu zeg maar uit te leggen, haak ik eventjes een kleine ring. Dus je zet de ring aan elkaar door middel van eigenlijk de laatste pak je op en je sluit de ring. Waar je dus begint is met het begindraadje. Je pakt één losse en je slaat één steek over. Eén steek sla je over. En dan zet je in de volgende steek. En dan pak je de draad door en je slaat weer om. En je maakt een vaste. Je maakt een losse. Je steekt in. Draad omhalen en een losse. Insteken, draad doorhalen en een losse. Maak je de hele toer mee af. Eén steek overslaan dan. Een losse en insteken, omhalen en een losse. En je zet weer een vaste neer, zeg maar. Het is een losse en een vaste. Dit is het de granietsteek of de weefsteek. Iedereen noemt hem een beetje anders. Insteken en weer een losse. Insteken, omhalen, doorhalen, omslaan en door en weer een losse en één steek overslaan. En zo maak je die hele rand van die tas, die maak je dus met een vaste en een losse.
En met die XXL wol heb je maar 3 toeren nodig. Die toeren zijn allemaal hetzelfde, gewoon een losse, een vaste en een losse. Ik zal daar even laten zien dat je het wel even moet laten verspringen. Want anders krijg je gaten in je werk. Dus waar je hier sluit je dus de toer. Even kijken, ik moet nog 1 losse en je sluit de toer. En dan zet je weer, begin je weer de nieuwe toer met een losse. En waar je dus toen de losse hebt, zet je nu een vaste in. Insteken, doorhalen, omslaan, door en weer een losse. En waar je toen die losse in had, daar zet je nu een vaste in. En zo maak je 3 toeren totdat je dus die hele omtrek van die tas hebt en je tot de hengsels bent gekomen. En ben je hier bij de, als je het gewone voorbeeld hebt, je hebt hier 3 toeren en je bent bij de hengsels, dan meet je even waar die hengsels beginnen en dan zet je daar een markertje neer. Dus dan zet je een marker neer op je stof of op je haakwerk. En de andere kant van het hengsel, of waar het begint, of waar je tas zeg maar de opening nodig heeft, daar zet je weer een marker neer. En als je die markers neer hebt gezet, dan ga je de volgende toer, dan sla je die dus over. Dan maak je eerst een rij met allemaal losse. Ik zal kijken of ik het even kan voorhaken. Dus stel dat je hier dus een marker hebt, ik ga even een marker instoppen. En je wil hier die opening hebben, dan maak je eerst een aantal losse, die tel je wel even 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is een voorbeeldje hoor. En dan wacht, want hier zou je dan ook een marker hebben gezet, omdat het hier dan zeg maar zou moeten stoppen. Als je 8 losse gemaakt hebt en je moet hier stoppen, dan moet je ook even hier tellen onder dat je ook 1 2 3 4 5 6 7 8 en dan dat je in die 9e marker daar weer begint. En daar begin je weer met je patroontje. In dit geval is het een vaste, een losse en weer een vaste in die vorige toer en een losse en weer een vaste en een losse en een vaste. En dan heb je die opening gemaakt voor die handvaten. En als je de volgende toer maakt, dan haak je hier dus gewoon je patroontje overheen. Dus in dit geval is de vaste een losse, een vaste een losse. En dan kom je zo uit. En als je daarna dus, als dit 3 toeren zijn en hier weer 3 toeren, dan kan je er een sierrand op zetten. En ik zal de sierrand nog even uitleggen. Ik doe eventjes 2 lossen en ik keer even het werk om even de sierrand uit te leggen.
Je maakt dus een 1 sla je over, 1 vaste. Je slaat dus 2 steken over en dan steek je in die volgende steek en dan maak je een stokje. En dan maak je 5 stokjes in dezelfde opening. En dan sla je weer 1-2 steken over en dan in die derde opening, als je die dan ja hebt, dan zet je daar weer 5 stokjes in. En dan weer in de derde opening ga je gewoon weer verder. En nu zet ik hem eventjes vast en ik knip even de draad af. Dan kan ik de bolletjes uit gaan leggen. Dus deze rand, zeg maar, dit is de rand van deze sierrand. Dit zijn de, ik draai hem even om. Dit zijn de boogjes. Oh, hier heb ik er 6 in één opening. 1 2 3 4 5 6. En dan sla je er 1, 2, 3 over en dan ga je weer in die vierde weer 6 stokjes en dat is de sierrand. Als je hem dan nog verder wil aankleden met de bolletjes, dan pak je weer eventjes een nieuwe draad en als je de draad nog hebt dan kan je die ook gebruiken. En die bolletjes die zet je dus hier tussen, tussen die schulpjes. Die bolletjes doe je met 1 2 3 4 5 6 7 8 losse maken. Dan ga je vanaf de naald 4 dus opzoeken, vierde steek 1 2 3 4 en dan zet je in de